Zoals je kunt zien, staat dit gebouw niet helemaal netjes. Het loopt aan de bovenkant een beetje taps toe. En dat is een eigenschap die je krijgt wanneer je met een groothoek fotografeert en je camera omhoog richt. Soms ontkom je daar simpel gezegd niet aan. Maar er is in Lightroom een hele makkelijke oplossing om dit soort foto's te corrigeren. En die optie die vind je bij transformatie. Dat zit hieronder. En vervolgens heb je twee opties. Je hebt bovenin een aantal voorkeuzes waarmee je het Lightroom zelf uit kunt laten zoeken. En daaronderin heb je natuurlijk gewoon een aantal sliders waarmee je het zelf zou kunnen gaan bepalen. En laat ik gewoon voor de gein eens op automatisch klikken en kijken wat Lightroom ervan maakt. En op zich is dit nog niet eens helemaal zo verkeerd. Je ziet, de lantaarnpaal staat gewoon netjes recht en ook gewoon de lijnen in het gebouw staan recht. Althans, degenen die recht moeten zijn. Want perspectief, dat zul je natuurlijk altijd houden. Je ziet alleen links en rechts nog gewoon witte vlakken en dat komt door het vervormen van de foto. Kun je op zich vrij weinig aan doen. Je gaat natuurlijk pixels in elkaar drukken en uit elkaar halen. Uh, en je krijgt dan witte vlakken. Natuurlijk kun je je foto een klein beetje groter maken. Of je kunt hem gewoon uitsnijden en uh, beeldvullend maken. Maar op zich automatisch deed goede zaken. En je zou hiermee gewoon verder kunnen gaan. Of je zou kunnen zeggen van nee, ik wil het toch gewoon allemaal wat meer. Zelf in de vingers houden. En natuurlijk kijk je deze film omdat je dat wil leren. Ik klik dit dus weer gewoon uit. En ik ga het hebben over de sliders die eronder zitten. Daar heb je een aantal opties in. De eerste twee sliders, dat zijn verticaal en horizontaal. En wat er eigenlijk gebeurt is, er komt een soort van as in je foto te zitten. En als je dan gaat draaien, ik pak even horizontaal. Dan ga ik over die as roteren. En om dit gebouw recht te zetten, is verticaal eigenlijk wel degene die wij willen hebben. We gaan gewoon eens kijken hoe ver we komen. Nou, roteren, dat spreekt voor zich. Ik vind hem een klein beetje scheef staan. Zo staat hij beter. Verhouding, mocht je foto erg vervormd raken, dan kun je dat natuurlijk altijd nog aanpassen. Schaal, dat spreekt denk ik wel voor zich. En x- en y-verschuiving is gewoon een verschuiving van links naar rechts. Zo eenvoudig is het dus gewoon om een gebouw recht te zetten in Lightroom. Automatisch, dat haalde op zich ook goede resultaten, maar met de hand en in een handomdraai is het toch eigenlijk gewoon net even een tikkeltje beter. Bedankt weer voor het kijken en uh, wil je meer video's zien? Neem dan gewoon een abonnementje op mijn YouTube-kanaal. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte. En tot de volgende keer. Doei doei.